De politie stuurt een ernstige waarschuwing naar mensen die zich bezighouden met pesten. Ook moeten de slachtoffers van pesten goed in de gaten worden gehouden, zegt politiewoordvoerder Milton Bishop. De gevolgen van het getreiter zijn namelijk niet te onderschatten. Slachtoffers zitten soms met verkeerde gedachten en dit behoeft de aandacht van de samenleving. Het snijdt aan beide kanten en natuurlijk de politie en de praktijk hebben we verschillende petten op. Maar ik roep de mensen ook op, laten we beginnen bij de daders of de mensen die handelingen plegen, van plan zijn die handelingen te doen. Ja, ik geef een signaal naar de man, ik zeg ze, stop naar een model dat. Maar ook de mensen die worden gepest, mensen die slachtoffers zijn geworden, maar roep de man dat takkie, hey, if in een man zoek deskundige, je hebt deskundige begeleiding, er zijn mooiere dingen in het leven, mooiere uitdagingen. We weten dat die mensen vaak genoeg in een slachtofferpositie komen te zitten met alle negatieve gevolgen van die. Maar daarna zijn we er ook om te zeggen, hey, je kan het. Ja, er is altijd iemand die je positief een boost kan geven om te zeggen, oké, kom moppel, kom uit die dip en ga verder. Dus dit trangen en als het niet lukt, zoek deskundige hulp. Ik roep ook de ouders op om die mensen heel goed te observeren, want ze klappen dicht, maar de eenzaam. Bishop zegt dat de gevallen die voorkomen eenvoudig lijken, maar het effect van de daden is soms onvoorspelbaar. De politie heeft nu ook veel te kampen met aanhoudingen van ouders die samen met kinderen illegale praktijken uitvoeren. De narcotica-brigade, de afgelopen periode hebben we gezien, ik zou niet zeggen van een stijgende trend, maar het valt wel op dat ouders met kinderen worden aangehouden. Ja, dus ik roep de mensen op, we gaan nu richting het eind van het jaar. En we weten oktober, november, december, dit is maar in mijn gretig gebruik voor postdosu, sendosu, ontvangdosu, sender en ontvanger. Wat ik de mensen wil meegeven als we praten over de aanpak van de drugscriminaliteit. Begin veiligheidskleppen in te bouwen. Ja, je persoonlijke documenten, rijbewijs, paspoort. Ja, ID-kaart, laat het niet in handen komen van derde. Anderzijds, tewaman, ik geef je een pakket. Ja, pakket dat ik nou, je gaat Sabonje, je gaat Super U, je gaat Francie, je gaat Solang, je gaat Albina, je gaat Nikeri Koroni. If you take je, je take a pakket, im sapsa de a inhoud van de ini. Andere mensen dat ik nou, aman mijn beste, aman mijn inner circle, dus je handelt de goede trouw. Wanneer bij de controle blijkt dat er drugs wordt aangetroffen in het pakket, is het die persoon die met de gebakken peren komt te zitten. De narcotica-brigade is met verscherpte acties begonnen. De politiewoordvoerder roept de samenleving op om dan ook heel voorzichtig te zijn.